Zo, we zijn nu in een prachtige groene omgeving. Wat gebeurt hier precies vandaag? Vandaag hebben we hier als Fuchsia Hobbyclub, hebben we hier zo op het ogenblik een tentoonstelling die we ieder jaar houden. We noemen dat de Fuchsiade, omdat we dan ieder jaar hetzelfde logo erop kennen houden. En uiteindelijk op die manier dat we dan doen. Altijd het derde weekend, volle diep weekend van juli, is dat voor de mensen is dat gewoon een standaard punt uiteindelijk. Wat heeft u onder andere met fuchsia's van doen? Nou ja, ik vind dat liedje ook leuk van Annie M.G. Smit. Van de fuchsia. Ja. Heeft u een stekkie? Een stekkie. Ik heb geen tuin, maar ik geniet hiervan. Ik weet wel, mijn vader had ze vroeger ook in zijn tuin. En ik heb een vriend. Die is ook liefhebber van de fuchsia. Dus ja. Nou staan hier prachtige fuchsia's. En misschien een hele gekke vraag, maar is fuchsia een makkelijke plant om te kweken? Makkelijke plant wel, als je weet hoe je het moet doen. Nou, ik heb zelf thuis een paar honderd fuchsia staan, dus ik vind het altijd wel leuk om op een andere plaats even te kijken naar de fuchsia's. Maar als we zien hoeveel moeilijkheden of er in wezen opdoen voor fuchsia's, is het mooiste om te kijken bij de wedstrijdplant die wij ieder jaar in onze vereniging uitdelen. En als je dan ziet dat het uiteindelijk dat ding bijna allemaal hetzelfde plantje krijgen in de maand maart, begin april. En als je dan nu uiteindelijk half juli bent en je ziet de verschillen in grootte, in vorm, in alles, dan geloof ik je eigen bijna niet. Ja, ik heb helemaal niet zoveel verstand van die fuchsia, maar ik lees er dan over en dan denk ik, oh ja. Maar dit is voor het eerst dat ik hier kom. Ik vind het wel heel erg leuk. Staat daar aan het begin staat een hele grote fuchsia in een pot. Hoe lang staat die er al? Die staat bij de firma Hendricks en die hebben ze daar in privé. En dat plant is ongeveer 35 jaar geleden als plantje begonnen en opgezet. Maar dat is een bedrijf dat is speciaal voor fuchsia's vermeerderd voor de commerciële bedrijven uiteindelijk hier in het Westland. En verder erbuiten. Ik heb al jaren fuchsia's, ik denk onderhand wel 30 jaar. Ja. En mijn oudste planten zijn ook 30 jaar oud. Zo, dat is een hele leeftijd toch? Dat is een hele leeftijd voor een plant wel. Hoe bent u door de fuchsia gebeten? Hoe ik daardoor gebeten ben, laat ik het zo zeggen. Ik heb toen ik rond de 50, 53 was, had ik toch iets van, ja, daar ga ik gepensioneerd en dan wil ik toch wat doen. Ik kom uit de glastuinbouw vandaan. Ik heb altijd al met planten en bloemen, vond ik uiteindelijk hartstikke leuk. En ik ben toen uiteindelijk eerst begonnen met wat kuiplanten. En de fuchsia die is erbij gekomen via een schoonzoon van me. En toen ben ik in wezen daar een beetje verliefd op geworden. Lid geworden van een vereniging, wat uiteindelijk vanuit in de tuinbouw al was. Je wordt lid van een vereniging, dan word je alleen maar wijzer van. En dan kom je ook steeds meer te weten van hoe je het is. Want daar lopen de mensen ook, die weten hoe ze ermee omgaan. En wat de problemen zijn die zich voordoen. En op die manier is dat steeds verder gegaan. Nee, dat is heel goed te doen. Ik overwin dus altijd in de kas. Dus het is gewoon heel goed te doen. Het is beter als opkuilen. Heb ik ook gedaan in het begin, maar dat valt een beetje tegen. Maar ik heb inderdaad enkele stammen die onderhand toch al zo'n 30 jaar oud zijn. Ja, geweldig. Ik kom elk jaar. Ja. Dus ik hou het altijd in de gaten en elk jaar kom ik altijd hier naartoe. Ja. Dat het zal ook de kinderziektes tegenhouden, omdat anderen weten al wat er mis kan gaan.
dat is, ja, dat is ook het punt. Kijk, zelf ben je dan zo nou dat je wel wat denkt, nou ik doe het zus, doe het zo. En dan heb je teleurstellingen omdat het of niet groeit of er komt problemen mee. Terwijl als die mensen die je dan van de vereniging aanspreekt dat wel de top is van het kweken. Die spreken erop aan en zeggen, joh, hoe doe jij dat, hoe kan ik dat doen? Nou, dan kun je er heel veel wijzer van worden. En ja, dat zijn bepaalde dingen dat je zegt met bemesting, met water geven, veel water geven, water. Maar dan op die manier word je wijzer van. En van de vereniging zijn er altijd nog mensen bij die als het helemaal komt, komen ze nog bij je thuis ook en praten we er dan nog een keer over. Nee, ik vind het fantastisch dat ze dit doen. En het is leuk, een beetje, mag ik dat zeggen, een beetje ouderwets, een beetje. Ja, en dat is juist het leuke, hè? Het is gewoon nog een beetje uit de tijd van toen. Het is een hele ouderwetse plant. Ja, ouderwetse plant. Nou, precies zoals u het zegt. Ja. Nee, leuk. Ik ga verder genieten. Dit is de kenbaar gemaakt door een van onze mensen van de vereniging die al hier een paar keer geweest zijn. Dat het echt heel mooi was. Dus we zijn hier met een groep van 10 mensen vanuit regio 8 aanwezig. Ik heb het nu weer via gehoord en anders zie ik het wel eens op Facebook voorbij komen. Dan ben ik lid van bepaalde verenigingen en dan zie ik het staan. Dus dan. Hoe is het om aan de boeg van zo'n organisatie te staan? Nou, hoe is het ermee? Het is heel leuk. Heel veel fantastische vrijwilligers hebben we erin in onze vereniging. En nou ja, daardoor, doordat die mensen zo enthousiast zijn, trekken ze mij ook weer mee. En ja, ik probeer met de medebestuursleden, want ik doe dat echt niet alleen. Met mijn medebestuursleden maken we dit het resultaat uiteindelijk. En dat is ook met deze fuchsiade ieder jaar weer. Mensen staan versteld van wat ze hier zo zien staan. En het is ook gelijk uiteindelijk een beetje een ontmoetingsplek geworden. Ja, fuchsiade, we gaan er naartoe. En iedereen komt wel weer een bekende tegen waar hij een praatje mee kan maken. Ja. Het is ook het sociale wat erbij is. Ook de vereniging met de mensen dat eigenlijk. Familie komt kijken, die komt kijken. Je ziet, oh joh, daar loop ik even naartoe. Ja, ook het hele tuin. Een hoop winterharde fuchsia's erin. En dan, nu koop ik dan weer aparte soorten wat ik hier zie. En die probeer ik dan ook weer te laten overwinteren. Leuk. Ja, echt leuk. Dat is echt een hobby van je dus. Ja, op tuinen. Niet alleen fuchsia's, alle planten. Want deze kwekerij die staat hier al tot over jaren. En die heeft ook wel hele aparte. Een hele berg. Ja, die heeft altijd wel hele aparte planten. Dus dat vind ik altijd wel erg leuk. En heeft u nou thuis uw tuin ook vol staan? Mijn tuin staat helemaal vol, voor en achter. Maar het is zo, daar staan ongeveer, ik heb maar een klein tuintje voor en een klein tuintje achter, maar er staan er wel 60 in. Maar ja, je kan ze hier ook staan, er ook, je kan ze op hoogte brengen. Je kan er van alles mee doen. Een kroonboom van maken, kan je eronder een kleintje neerzetten. Nee, die boom staat er weer boven. Het is allemaal mogelijk. Het is dus misschien maar goed dat u een kleine tuin heeft. Ja, want anders kreeg ik er misschien nog meer, ja. Maar je moet je eigenlijk wel eens weten beperken.